We hebben ons op het gebied van de gezondheidszorg en scholen en zo en jonge mensen te hulp schieten altijd wel graag positief willen opstellen. Het punt van verlies voor het ziekenhuis was eigenlijk wel aangebroken. We hebben dat eigenlijk op een leuke manier met crowdfunding kunnen vullen. En het draait nu weer zeer profijtelijk, dus we zijn er wel een beetje trots en blij mee. Wij hebben ons eigenlijk niet bezig gehouden met het ondernemerschap. Wij hebben alleen het onroerend goed gerealiseerd. Dus de hele manier waarop het ziekenhuis functioneert en met patiënten omgaat, daar zijn wij ver vandaan gebleven.